Episode 76. Welkom bij de Sophie's Choice Podcast Show. Mijn naam is Sophie, ik ben psycholoog, schrijfster en onderneemster. En mijn intentie met deze podcast is om jou te inspireren, je licht volledig te laten schijnen op jouw unieke manier. Ik neem je mee in mijn persoonlijke reis van een psycholoog in dienst met veel beperkende overtuigingen naar een succesvolle onderneemster die haar licht volledig durft te laten schijnen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Unique and perfect is what you are. Your miracle will come true. Sophie's Choice. Lieve vrouwen, terug van weg geweest, zullen we maar even zeggen. Althans, voor mij voelt het alsof ik heel lang ben weg geweest. Valt natuurlijk uiteindelijk wel mee. Maar ik ben heel eventjes off the radar geweest, omdat mijn oma vorige week is overleden. En alhoewel het helemaal, als het juiste moment voor haar voelde, waren de dagen ernaartoe best wel heftig. Omdat we haar wel echt letterlijk hebben zien sterven. En het ook opeens, vorige week was ze gewoon nog alive en kicking. En een paar dagen later is ze gaan liggen en toen is ze uiteindelijk eigenlijk niet meer opgestaan. En dat hele proces er naartoe was met name heel verdrietig om dat te zien. Maar het is ook heel mooi geweest. We zijn heel veel bij haar geweest. En tot het laatste moment zijn we eigenlijk met haar geweest. Dus het is heel mooi geweest. En maandagmorgen gaan we haar in haar kist leggen en dinsdag wordt ze begraven. En ik heb een hele mooie brief aan haar geschreven. En ik heb heel sterk het gevoel van dat we alleen maar een nieuwe fase ingaan. Dus haar fysieke lijf is niet meer met ons. Maar ik heb de diepe overtuiging van binnen dat in spirit ze altijd met ons is. Zoals iedereen die overgaat. En dat is een diepe overtuiging van mij. Wat voor mij ook heel veel rust geeft en liefde. Dus maar goed, dat maakte wel dat ik eventjes een periode me heel erg daarop gefocust heb. En ook heel erg met haar en mijn familie ben geweest. En dat was eigenlijk heel interessant, want dat volgde zich op na een periode waarin ik jullie heb meegenomen. Dat was mijn laatste podcast ook. Waarin ik eigenlijk heel erg vast zat in mijn ego. En heel veel moeite had met uitkristalliseren waar nou het nieuwe event, waarom ik, niet per se waarom ik dat moest geven, maar waarom me dat zoveel struggle opleverde. En daarna volgde dus eigenlijk het feit dat mijn oma ziek werd en overleed. En dat bracht zo'n ontzettende inner peace in me, dat ik eigenlijk weer in compleet tegenovergestelde kwam. Dus vanuit ego juist weer heel sterk bij source. En van daaruit ook een hele erge innerlijke rust voelde. En helemaal niet zo voelde dat ik heel erg veel moest delen. En het was grappig, want ik zat gisteren, liep ik buiten te wandelen met Bonk. En toen dacht ik, goh, ik hoop wel dat de inspiratie om iets te delen ook ooit nog terugkomt. Want zoals ik me nu voel, zou ik ook helemaal niks. Ik ben gewoon zo in het moment dat ik ook niks te delen heb. Maar ik herken die periodes wel, want dat heb ik wel eens vaker in mijn leven. Dat ik dan zo ben, dat ik dus niet deel. Maar het is altijd een soort van op. Je kunt dat zien zeg maar als een periode waarin ik heel erg oplaad. Waarin mijn batterij heel erg vol loopt. En op een gegeven moment is hij zo vol dat het er wel uit moet. En dat is grappig, want nog geen uur na die wandeling, toen ik ook gewoon tegen mezelf zei, Sophie, je kent dit van jezelf, dat komt vanzelf wel weer. Had ik gemediteerd en ik had een hele mooie meditatie gedaan. En toen daarna opeens voelde ik, oh Sophie, je moet ook nog een soort van gratis masterclass geven die over hetzelfde onderwerp zal gaan als je event. Alleen je event gaat natuurlijk veel dieper en je event gaat, dan hebben mensen jouw energie ook. Maar ga die masterclass alvast geven om mensen te laten voelen waar dit stukje over gaat. Dat het echt erover gaat dat we ons zielsmissie moeten gaan leven en
Nou, bied de mensen onvoorwaardelijk jouw tools om hen daarbij te helpen. En de mensen die zullen voelen dat ze dat ook nog live met jou op een veel dieper niveau willen doen, samen met jouw energie, die zullen zich vervolgens ook nog gaan aanmelden voor 7 november. Nu denk je misschien 7 november, 7 november, waarom 7 november? Ik weet eigenlijk niet of ik dat nou in mijn laatste, ja, heb ik volgens mij wel verteld in mijn laatste podcast. Maar uiteindelijk is het dus 7 november geworden. Als ik nu zo terugkijk, denk ik dat het eigenlijk helemaal, excuse my language, maar geen reet had uitgemaakt of ik het nou 13 oktober had gedaan, 7 november. Ik schrijf ook heel vaak 11 november op, onbewust, geen idee, maar ik heb het helemaal losgelaten. Het doet er niet toe. Het gaat er nu gewoon om dat ik het event ga geven en me ga voorbereiden. Daar ben ik volop mee bezig, dus het wordt ook steeds duidelijker voor mij wat ik op 7 november ga doen. En ook dus daardoor voelde ik dus ook heel erg die interne urge om die masterclass ook nog te gaan geven. Dus overigens, voor die masterclass kan je sowieso opgeven. Die is gratis. En dat wordt geloof ik uit mijn hoofd 23 augustus. Dus voordat ik op vakantie ga, wil ik die masterclass nog geven. Om die energy al lekker te laten flowen. Want dat realiseerde ik me ook toen ik het. Ik heb het met mijn high-enders er heel erg over gehad afgelopen week. Van je moet nooit, in mijn opinie, een webinar of een gratis masterclass of een live geven om je programma te verkopen. Als je het doet, doe het vanuit een onvoorwaardelijke, liefdevolle plek. En doordat ik dat tegen hun zei, ging ik zelf ook weer nadenken en bedenken: oké, maar Sof, wat is nou jouw zielsmissie? En mijn zielsmissie is om zoveel mogelijk vrouwen te inspireren voor hun grootste droom te gaan en zichzelf grootst de wereld in te zetten, zodat zij hun licht op hun felste manier kunnen laten schijnen. Dat is mijn zielsmissie. Dat is waarom ik hier ben. En dat doe ik met mijn high-end groep, dat doe ik met mijn nieuwe high-end groep die in november gaat starten, die nu bijna vol zit. En dat ga ik doen op mijn event. Maar in de tussentijd hoef ik daar niet op te wachten. Ik hoef niet te wachten tot het november is of dat het mijn volgende high-end programma start of mijn volgende transformatie-event. Ik kan dat nu al gaan doen. En doordat ik het aan het uitstellen was, doordat ik alleen maar dacht: oké, ja, maar dat ga ik op het event doen, flowde die energie ook niet onvoorwaardelijk. En nu heb ik zoiets van: zo, start gewoon al. Start gewoon alvast met zo'n gratis masterclass en laat die energie flowen, zodat nog meer vrouwen je message kunnen horen. De reden waarom ik nu besloot weer een podcast op te nemen is omdat ik net naar de film heb gekeken van Mary Magdalene. Ik voelde heel sterk dat ik die film wilde kijken. En het gaat over het verhaal van een van de apostelen van Jezus. En ik heb altijd iets gehad met de Bijbelverhalen. En ik ben ook heel lang geïntrigeerd geweest door het evangelie van Thomas. Het evangelie van Thomas is een evangelie wat ook heel lang verborgen is gehouden door de kerk, omdat het evangelie van Thomas heel erg gaat over onze innerlijke reis. Dus die verkondigt veel duidelijker, zeg maar, het werd heel lang door de kerk als bedreiging gezien, omdat het evangelie van Thomas ons leert dat God, source, whatever je het wil noemen, van binnenin zit. En dat kerken en dergelijke helemaal niet nodig zijn, omdat het erover gaat dat het van binnenin zit. En dat gaat dus eigenlijk, het evangelie van Mary gaat daar ook over. Dus ik was daar helemaal door geïntrigeerd. En doordat ik naar die film aan het kijken was, ging ik iets googlen. Ja, ik ging googlen Mary Magdalene en het evangelie van Thomas, omdat het voor mijn gevoel zo op elkaar leek. En daardoor kwam ik uit op een website van, ik ga hem er heel eventjes bij pakken. En dat is wel leuk, want dat is hoe het Surrender-experiment werkt. Kwam ik uit op de website van Willem Glaudemans, ik weet niet precies hoe hij heet. En hij heeft een spel gemaakt. En dat spel heet het Talentenspel. Wat dus super grappig is. Want ik kom dus door die film, ga ik googlen Evangelie van Thomas en Evangelie van Mary. Door dat te googlen kom ik uit in een PDF-bestand en daarin staat iets over het evangelie van Thomas, het evangelie van Mary en het evangelie van Judas. Namelijk dat die drie evangelies heel lang verkeerd geïnterpreteerd zijn vanwege de diepere boodschap die die evangelies met zich meebrengen. Daardoor kom ik op de website van Willem en daardoor kom ik op dat talentenspel terecht. En opeens herinner ik me dat vorige week mijn moeder tegen me zei: Sof, ik weet eigenlijk niet of ik je dit ooit verteld heb,
Maar toen jullie nog klein waren en toen was hij wel al uit elkaar met mijn vader, toen ben ik eens een keer een weekend met vrienden een heel weekend weg geweest en hebben we een spel gedaan, een talentenspel. En dat was een heel spiritueel spel en daar vertelde ze heel uitgebreid over. Dus ik kijk hiernaar en ik denk, oh my god, dit is dat spel waar mijn moeder het over had. En als dingen op die manier meerdere keren op je pad komen, weet ik, dan is dat altijd een verborgen sein. Dus ik heb meteen al zijn boeken besteld om te gaan lezen. En ik weet zeker dat daar iets in zit, wat we dus ook zullen gaan gebruiken voor 7 november. En dit is dus de joy van je laten leiden door het universum en je overgeven aan het surrender-experiment. Er zijn altijd overal verborgen aanwijzingen die je ergens naartoe brengen, die je naar een bepaald boek brengen, naar een bepaald persoon waar je door getriggerd bent, naar een bepaald event. Dat komt door als je de aanwijzingen gaat volgen. En voor mij was de aanwijzing dus gaan kijken naar de film van Mary en vervolgens dus voelen wat doet dat met me. Gaan googlen en weer op dat talentenspel uit te komen en vervolgens dus de auteur te vinden van het talentenspel. En wat dus de grap is, hij is dus ook een van de vertalers van The Course in Miracles. Dus het is echt, alle dots vallen samen. Dus super, super interessant. Nou ja, die boeken krijg ik morgen binnen, dus dan kan ik me helemaal gek lezen. Ik heb nog heel veel boeken liggen, maar deze hebben nu heel eventjes voorrang. Omdat ik voel dat hier een soort van verborgen boodschap in zit waar ik wat mee moet. Waarom? Omdat Jennifer een paar dagen geleden bij me is geweest voor Reiki. Ze heeft me niet alleen Reiki gegeven, maar ze heeft me ook ingewijd, zodat ik zelf ook Reiki kan toepassen op mezelf onder andere. En een van de dingen die uit de Reiki-behandeling kwamen dit keer, de laatste keer was al een half jaar geleden. En Jen en ik waren allebei super excited over deze Reiki-behandeling, omdat we allebei weten dat als je dit bij mij doet, zeg maar, gaat het in een soort van tempo wat zeg maar niet heel veel gezien wordt. De vorige keer dat ik Reiki deed met Jennifer, een dag later had ik contact met Rose. Ze waren allebei een soort van super excited over wat dit teweeg ging brengen. En het heeft nu alweer echt bizar veel teweeg gebracht. En een van de dingen die bij al mijn chakras naar boven kwam, was een stukje dat ik moest gaan graven en een stukje over verraad. Wat zie ik net toen ik naar die drie apostelen ging kijken, of naar die drie evangelies? Judas, Mary en Thomas. Thomas de ongelovige, Mary de hoer, wordt er dan over gezegd. En dan Judas, de verrader. En ik denk, de verrader, oh my god. Jennifer heeft gezegd dat ik moet gaan graven en ik moet gaan zoeken naar het thema verraden. En dat kom ik dus tegen. Dus ik weet zeker dat er in die boeken, nou, dat ik weer meer clues daarover ga vinden. Wat ze ook heeft gezegd is dat ik dat ga vinden ook door middel van meditatie. Ik hoef daar niet iets specifieks voor te doen. Ik zal een soort van hemelvaart moeten maken in mijn meditatie. En ik zal in mijn geval terug moeten gaan naar drie levens terug, omdat daar het antwoord zit in mijn stukje verraad. Nou, de dag nadat Jennifer bij me was geweest, ben ik gaan mediteren. Jen had gezegd, ga alleen op je ademhaling letten en van de rest hoef je niks te doen. Als je ergens naartoe wordt geleid, volg het. Nou, ik werd meteen naar de hemelvaart toegeleid. Ik heb iets heel bijzonders daarin meegemaakt. Ik voel dat nu nog niet het moment is om daar iets over te delen. Ik weet niet of dat moment ooit komt om te delen wat ik daarin heb gezien. Maar in ieder geval kan ik zeggen dat dat heel magisch was. En daarna heeft hij, ik noem maar even hij, maar ook meegenomen naar die vorige levens en heeft me laten zien waar het zit, waar dat verraad op zit en waar die angst op een diep niveau in zit. Want Jennifer heel duidelijk had gezegd, jouw stukje blokkades van dit leven heb je doorlopen, daar gaat het niet meer om. Je moet nu terug daar naartoe om het even te kunnen zien, zodat je van daaruit weer door kunt stromen. Wat dus ook weer heel interessant is, want ik ben voordat Jennifer bij mij kwam, ben ik op het boek gekomen The Big Leap. Mijn transformatie-event heb ik ook The Big Leap erbij geplaatst en ook mijn masterclass zal heten The Big Leap, omdat we echt een Big Leap gaan maken met het event. Sorry, ik hoop dat jullie me enigszins kunnen volgen, maar dit is hoe het in mijn hoofd werkt en dit is dus hoe het steeds gaat. Er zijn allemaal kleine aanwijzingjes, allemaal kleine dingen op de speurtocht en op een gegeven moment komt het allemaal samen, zeker als je zo'n tijd in stilte bent geweest.
En in die Big Leap heeft die auteur het steeds over je upper limits. Dat we onszelf blokkeren door middel van upper limits. En dat wij maar een soort van maximale hoeveelheid geluk aankunnen. En op het moment dat we die maximale hoeveelheid hebben bereikt, doen we zelf iets om ons te blokkeren om weer een next level in te gaan. Dat boek, The Big Leap, had voor mij al iets heel duidelijks geopend. Namelijk dat ik wederom de bevestiging kreeg dat een van mijn diepe belemmerende overtuigingen is dat ik was, zeg ik, sorry, was. Een van mijn diepe belemmerende overtuigingen was dat ik alleen liefde waardig ben als het voorwaardelijk is. Dus geen onvoorwaardelijke liefde, maar voorwaardelijke liefde. En een van de voorwaarden om liefde te ontvangen was dat het niet altijd goed met mij kan gaan. Als namelijk alles van een leien dakje gaat, ben je niet mijn onvoorwaardelijke liefde waard. Dat was de diepe belemmerende overtuiging die ik had. Ik weet ook precies waar die vandaan komt. We hoeven daar niet tot in de detail op in te gaan. Ik heb er in het verleden al wat meer over verteld. En nu, voor nu voel ik niet om daar heel erg over uit te weiden. Het is wel interessant voor jezelf om na te gaan waar jij je diepe belemmerende overtuigingen vandaan hebt. En mogelijk is dat ook iets wat we 7 november gaan doen, om te gaan voelen wat het is wat jou echt blokkeert om naar die upper limit te gaan. Het is wel heel belangrijk om hem te weten, want als je hem weet, kun je hem herkennen. En als je hem herkent, kun je ervoor kiezen om er niet meer naar te luisteren. Dus voor mij was dat al een enorme eye-opener dat ik helder had. Oké, mijn upper limit zit er echt in dat ik de overtuiging had dat liefde alleen voorwaardelijk kan zijn. En dat een van die voorwaarden is dat het niet altijd goed voor mij kan zijn. En daarom strafte ik mijzelf letterlijk door te piekeren over dingen die mij een slecht gevoel zouden geven. Dus piekeren over, krijg ik mijn event wel vol? Piekeren over dingen die er eigenlijk niet waren. Dat was gewoon de manier waarop ik mijzelf strafte om te voorkomen dat ik naar die volgende level zou gaan. Nu ik doorheb dat dat mijn upper limit is, kan ik er ook heel duidelijk voor kiezen om daar niet meer naar te luisteren. En voel ik ook letterlijk weer dat die energie stroomt. En dat maakt dus ook nu dat Jen ook zei van ga nog 2, 3 levens terug volgens mij. En daarin zit nog een heel klein stukje wat je moet snappen. En daarin zit dus ook dat stukje voorraad. Nou, dat heb ik heel duidelijk gezien. Dus dat heeft me ook enorm geholpen om dat zo te voelen. Ik ben benieuwd of ik hem nog een keertje nog op een dieper niveau zal gaan voelen, maar voor mij voelt hij nu al heel erg helpend en krachtig. En waarom vertel ik dit? Omdat het dus zo ontzettend belangrijk is om ons te realiseren dat wij allemaal iets doen om onszelf te blokkeren om naar die zone of excellence te gaan, zoals de auteur van The Big Leap dat zegt. Zo, dus hij zegt, we zijn heel veel van ons leven in een zone of brilliance, gewoon weet je, een comfortabele zone waarin je dingen goed voor elkaar hebt en denkt, ja, dit gaat allemaal best wel lekker, maar we durven niet naar die next step te gaan. En dat komt door onze diepe belemmerende overtuigingen. En ik vind het dus echt intrigerend, omdat dus ik ga het aankomende high-end dag met mijn high-enders, wil ik daar ook echt dieper op ingaan. Hoe zij kunnen ontdekken wat hun upper limit is en hoe zij die kunnen gaan doorbreken. Want dat is wel voorwaardelijk om naar het volgende level te gaan. Want we blokkeren onszelf steeds en steeds opnieuw door ego-gedachten. Ik zat met mijn moeder te kletsen. Mijn moeder is 35 jaar lang modestyliste geweest. En op een gegeven moment heeft zij de switch gemaakt. Dacht ze, fuck it, dit is mooi geweest. Ze heeft voor heel veel bladen gewerkt, magazines. Ze heeft de hele wereld over gereisd. En op een gegeven moment voelde ze, dit is klaar. Ik wil iets volgens doen. Toen is ze een makelaarsopleiding gaan doen. En vervolgens is haar uiteindelijk haar eigen makelaarkantoor begonnen. Maar voordat ze die stap durfde te nemen, is zij eerst bij een soort van organisatie, heeft zij zich toen aangesloten om zeg maar als tussenstap, omdat zij de ego-gedachte had van ik kan toch niet zomaar mijn eigen makelaarskantoor gaan starten, ik moet eerst ervaring opdoen. Weet je wel, allemaal van dat soort ego-gedachtes die we allemaal herkennen, omdat we denken we zijn nog niet goed genoeg. Nou, mijn moeder heeft dat toen ook gedaan en we hadden het daar laatst over toen we op weg waren naar mijn oma. Zei ze, zo, of eigenlijk ben ik altijd heel erg geleid door het universum, want toen ik ging tekenen voor dat contract, voor die tussenstap, kreeg ik allemaal signs om het niet te doen. Ik heb er alleen niet naar geluisterd. Nou, uiteindelijk heeft ze er
toen niet naar geluisterd, maar een jaar later heeft ze toch de keuze gemaakt om volledig voor zichzelf te gaan. En terwijl ik dus met haar zat te praten daarover, realiseerde ik me, oh my god mam, dat is waar 7 november over gaat. Om vrouwen te helpen die tussenstap niet te hoeven nemen. Want vaak kosten die tussenstappen A, heel veel geld, heel veel tijd en heel veel energie. En B, het verlengt, zeg maar, god, hoe leg ik dat uit? Het verlengt hetgeen waarvoor je hier werkelijk bent. Dus het is, zeg maar, het duurt daardoor langer. En ik heb zo duidelijk die opdracht gekregen dat de collectieve energie nu omhoog moet. En daar gaat de 7 november heel erg over. Dat ik jullie ga helpen die tussenstappen tussenuit te halen, zodat je meteen kunt gaan doen waarvoor je hier bedoeld bent. Dus je niet te laten tegenhouden door ego-gedachtes van, oké, ik moet eerst nog een opleiding doen voordat ik dit kan doen. Of ik moet eerst nog x aantal volgers hebben of een x aantal mensen op mijn mailinglist hebben voordat ik dit betaalde aanbod kan doen. Of ik kan deze prijs niet vragen zolang ik dit en dit nog niet heb. Dat zijn allemaal ego-gedachten die ons weerhouden om direct in ons licht te gaan staan. En dat is wat we moeten gaan doen. Om te zorgen dat die tussenstap er tussenuit gehaald wordt. Zodat jij direct in je licht kan gaan staan en kan gaan doen waar je hiervoor bedoeld bent. En direct de prijzen kunt gaan vragen die jij wilt gaan vragen. En direct de missie kunt gaan uitvoeren die jij wilt gaan uitvoeren. En dat voel ik zo sterk van binnen. En door dat gesprek met mijn moeder herinnerde ik me dus opeens, dat is waar het over gaat. En waarom ik vandaag deze podcast ging opnemen, I don't know. Het kwam door alle dots die samenvielen, door de film Mary die ik net heb gekeken, door de realisatie van, oh my god, hoe cool is het dat je geleid wordt door het universum en dat je die signs gaat oppikken. En dat is natuurlijk ook wat er gaat gebeuren op 7 november. Door de collectieve energie die er gaat ontstaan, gaat er zo'n soort hogere energie bij jou van binnenuit ook ontstaan, dat je veel meer dingen gaat zien. Een van mijn teamleden, een van mijn nieuwste teamleden, die was best wel sceptisch over dit hele universal gebeuren voordat ze bij mij kwam werken. En ze zei, zo sinds ik met jou ook ben gaan werken, en ze is ook een member van Team Lou, zie ik steeds meer dingen. Door jou en Lou zie ik nu steeds meer dingen. En dat is wat er gaat gebeuren. Je gaat steeds meer signs zien. En de signs zijn overal. Je kunt ze alleen niet altijd zien. Even kijken. Oh ja, de dag dat oma was over. Nee, de dag voordat oma overleed. Had mijn moeder gevraagd: zoveel in een kaartlegging voor me doen. Dus ik zeg: ja, is goed. Ik doe een kaartlegging voor je. Dat was een hele mooie kaartlegging. En heel mooi, want daarin kwam ook de kaart de poort naar voren. Een dag later bleek het de leeuwenpoort te zijn. En op die dag overleed ook mijn oma. Dus dat was allemaal heel bijzonder. Maar ik trok ook een kaart waarin, ik weet niet meer precies hoe die heet, van het Kuan Yin deck, over een pauw. En ik kijk mijn moeder aan en ik zeg, mam, ik weet zeker dat jij op je moodboard een pauwenveer hebt. En ze zegt, nee Sof, ik heb geen pauwenveer op mijn moodboard. Ik kan me dat niet herinneren. Ik zeg, mam, ik weet het zeker. Dus wij lopen samen naar haar moodboard toe en gaan op zoek naar die pauwenveer. Nou, dat moodboard is gewoon een klein moodboard. We kijken allebei en we zeggen, nee, ik zie hem ook niet. Ik zeg, nou ja, ik weet niet, misschien heb ik hem maar vergist. Maar ik kon het maar niet uit mijn hoofd zetten. Dus de volgende ochtend werd ik wakker en ik bel mijn moeder op. Ik zeg, mam, ik weet zeker dat er een pauwenveer op jouw moodboard is. Het moet. Ik kan het niet uit mijn hoofd zetten. Wil je alsjeblieft nog één keer gaan kijken? Volgens mij staat het op een kaart die ik je ooit heb gegeven. Dus zij loopt naar dat moodboard toe. Ze gaat nu op zoek naar die kaart die ik haar ooit heb gegeven, die ook op dat moodboard hangt. En ze zegt, oh my god, Sophie, je hebt gelijk. Daar staat een hele grote pauw op met een pauwenveer. En we moesten allebei heel erg lachen, omdat we de dag van tevoren allebei naar dat moodboard hebben staan kijken en die veer niet konden zien. En dat is hoe het werkt. Soms staan we letterlijk naar een moodboard te kijken, maar zien we niet dat het erop staat. En dan moeten we wat afstand nemen en dan moeten we wat nieuwe informatie en wat nieuwe clues op ons pad krijgen om het uiteindelijk te gaan zien. En dat is steeds opnieuw ook de bevestiging die ik krijg door het surrender experiment. Elke keer als ik surrender, als ik me terugtrek, komen alle puzzelstukjes vallen dan op hun plek. En dat is wat ik je ga leren. Ik ga je leren hoe je dat contact kunt gaan maken met jezelf. Hoe je
uit je hoofd kunt gaan komen, los kunt komen van het ego, zodat je je eigen puzzelstukjes kunt vinden en je eigen puzzel kunt gaan creëren. Er is geen handboek voor dit stuk. Dat zei ik afgelopen week ook tegen mijn high-enders. Ik zeg, lieve schatten, er is geen handboek. Ik kan jullie geen handboek geven van dit is wat je moet doen en dan heb je pad naar succes. Voor iedereen zal het namelijk anders zijn. Voor de ene persoon zul je dit pad moeten volgen. De andere persoon zal dat pad moeten volgen. En het enige werkelijke antwoord is het antwoord in jezelf. Zoeken naar de antwoorden in jezelf. En dat is waar ik je mee kan helpen. Ik kan je helpen te horen wat er van binnenuit tegen je gezegd wordt. Ik kan je helpen die ego-ruis stil te krijgen, zodat je het letterlijk kunt horen of het letterlijk kunt gaan zien. En over zien gesproken, ik heb nu geen bril op sinds gisteravond. En dat is ook grappig, want dat is ook weer zo'n soort van puzzelstukje. Ik had Jess Lively, Jess volg ik al heel lang. Een paar laatste tijd, ik denk al dat ik al een paar maanden niet meer naar haar episodes heb geluisterd. En opeens zat ik gisteren in de auto en toen, oh, ik weet het al. Ik had een foto gepost. Ik heb een paar van mijn nieuwe foto's gepost van mijn fotoshoot. En een van mijn volgsters zei, zo gek gezicht zo zonder bril. Want op die foto's heb ik geen bril op. Maar dat triggerde mij heel erg, omdat ik dacht, maar ik heb eigenlijk, tot een aantal jaren terug had ik nooit een bril op. Nu heb ik altijd mijn bril op. Een half jaar geleden zei een van de vrouwen die toen in mijn mastermind-programma zat, ik vind Sof heel inspirerend, maar zonder bril. Want ik heb het gevoel dat haar bril een soort van cover-up is. Weet je wel, iets waar ze zich achter kan beschermen. En ik dacht toen echt, wat een onzin, dat is helemaal niet zo. Maar door die opmerking van die andere persoon die zei van, hey, wat gek zonder bril, dacht ik opeens van, oh my god, ik voel dat het tijd is om mijn bril af te zetten. Ik voel dat het tijd is om er weer helemaal te zijn. En opeens voelde het toch alsof die bril wel een soort van laagje tussen mij en jullie in is. En ik voelde dus opeens heel erg de behoefte om die bril af te zetten. Dus ik zei tegen Maurice, ik ga mijn bril nu afzetten en ik ga hem niet meer opzetten. En ik ga mezelf trainen om mijn ogen weer beter te laten worden. En toen zei hij zo, dat kan toch helemaal niet. Ik zeg, jawel, ik weet zeker dat ik door middel van de Love Attraction mijn ogen weer beter kan laten worden. Nou is zijn mijn ogen niet zo erg als die van Jess. Jess heeft min 4, ik heb geloof ik min 1,9 of zo. Maar ik ben dus determined om mijn ogen weer beter te krijgen en er dus echt weer volledig te zijn. Letterlijk mijn bril af te zetten, zodat ik nog meer kan gaan zien. En dan denk je misschien van nog meer zien zonder bril. Ik geloof dus dat ik zonder bril meer kan gaan zien, dat alles weer meer binnenkomt. Ik luisterde vanochtend naar de episode van Jess en daarin vertelden ze dus ook dat er boeken zijn geschreven over dus hoe je ogen weer, hoe je weer kunt gaan zien zonder bril. En dat er onderzoeken zijn geweest dat mensen die zeg maar moeite hebben van ver af dingen te zien, dat dat vaak mensen zijn die in angst leven en die vaak een bril op hebben gezet of hun zicht achteruit is gegaan na een gebeurtenis in hun leven waarin ze waarin ze niet helemaal gelukkig waren. Dus ik ben ook voor mezelf gaan nadenken, wanneer ben ik eigenlijk weer meer een bril gaan dragen? En dat is heel erg in de periode geweest dat ik heel sterk op mijn werk voelde, dat ik daar niet meer op mijn plek was. Toen ben ik die bril gaan dragen. Dus dat vond ik super interessant. En ik vind het dus ook heel erg boeiend om jullie te gaan meenemen de aankomende periode, in hoe het mij vergaat om zonder bril te leven. En het is heel verleidelijk om die bril op te zetten, want ik ben heel erg moe, mijn ogen zijn heel erg moe. Film kijken was net ook lastig zonder bril, ik moet me steeds heel erg focussen. Ik voel me een soort van gedesoriënteerd omdat ik die bril niet op heb. Maar ik weet zeker dat als ik doorzet dat dat minder gaat worden. En ik ben dus ook heel erg excited om te gaan merken van wat dat dus allemaal weer gaat teweeg brengen. Niet alleen fysiek qua ogen, maar ook dus op spiritueel level. Wat er gebeurt als ik die bril aflaat. Dus er is super veel gaande bij mij. De Reiki-behandeling, alles wat ik daarin heb doorgekregen, alles wat daarin weer gebeurd is in mijn meditaties, de hemelvaart, de secret club, wat ik daar heb gezien. Het teruggaan in de vorige levens, het afzetten van mijn bril, alle dots die weer nu samenkomen.
De geheime aanwijzingen. Het is serieus net een speurtocht. En ik ben echt excited om jullie verder mee te nemen op deze reis. Ik voel in ieder geval een hele fijne innerlijke rust, waar ik heel erg dankbaar voor ben. En ja, er rest mij niks anders dan te zeggen dat ik heel erg excited ben om jullie op deze weg mee te nemen. Ik hoop dat ik enigszins te volgen ben, dat ik niet heel erg van de hak op de tak ben geschoten. Dat zeg je natuurlijk weer niet zo gesprongen. En we zullen zien waar dit weer heen leidt. Maar dit is de eerste episode die ik voor jullie moest opnemen na mijn korte break. En let's find out waar het allemaal naartoe gaat en waar we allemaal naartoe zullen gaan. Ik en jullie. En ik ben meer dan excited om dat te gaan ontdekken. Nou, dank jullie wel voor het luisteren. Ciao voor nu. En ik spreek jullie de volgende keer wanneer ik de inspiratie voel. Heel veel liefs.